Yo gast, goed, je kijkt een gloednieuwe video. Mijn naam is Tom Wilk en vandaag zijn we terug met misschien wel de ziekste, echt de ziekste Wikileaks wat je maar kan bedenken. Namelijk, ik krijg volgens mij alleen maar BPL in je Ring Awards en TOS BPL, dat is echt super ziek. Ik hoop zelf dat ik TOS van Dijk, TOS Lacazette, zoals je maar ziet in mijn team. Ja, Mané zou ik tof vinden, ik zou Aubameyang tof vinden. Iets in die richting, dat zou me echt allemaal tof lijken. In ieder geval, ik ben super benieuwd trouwens, dit is het team waarmee ik heb gedaan, afgelopen Weekend League. En Lacazette is echt een fucking beest, ik heb echt 30 potten gespeeld met hem en ik weet niet hoeveel goals precies. In ieder geval, zet op mijn Instagram hoeveel goals en assist ik had gemaakt met 30 potten. In ieder geval, Lacazette is echt super ziek, ik had hem als campositie achter de spits gebruikt. Ik denk dat ik hem dit weekend in de spits ga gebruiken. Maar ja, echt super ziek. Firmino heb ik trouwens voor een objective gedaan, dus in ieder geval, deze die telt niet mee. Ik had volgens mij Odegaard op de bank. Het is ook een leuk spel trouwens om mee te spelen. Maar in ieder geval, we gaan door. Wikileaks Rivas claimen. De Division Rivals Rivas claimen. Dus let's go. Yes, de Division Rivals Rivas. Zoals je ziet ben ik rang 2 gaan. En de Divisie 1 rang 2. Prima. 1-0 met het pakket gaan we voor. En dan gaan we meteen door naar de Wikileaks Rivas. De Wikileaks Rivas. Elite 1, 28 om 2. Ik had ook een beetje best wel lage skillpunten. Dus stel ik had 29-1 gehaald. Had ik alsnog geen top 100 gehaald. Maar alsnog, Elite 1 op zich best prima. Ik had echt wel top 100 gehoopt. Maar ja. Ik heb niet op tijd gespeeld, dus ook een beetje mijn eigen schuld. Dus ja, helaas. Maar het was wel een van de moeilijkste Weekend Leagues wat ik ooit heb gespeeld. Want ik kwam zoveel pro's tegen, maar het gekke was, ik won van alle pro's. En ik verloor echt van goud 3 spelers en goud 1 spelers. Niet slecht bedoeld en goud 3 en goud 1 spelers. Ze kunnen nog steeds goed spelen. Maar ja, als je wint van pro's, weet je wel van speciaal dat je daar ook van wint. Dus I can only blame myself. Maar we gaan snel door. De player picks. Ik ben echt super benieuwd wat we daaruit gaan krijgen. Ik hoop echt, wat ik al zei, TOS Laka iets in die richting. Echt, ik hoop het echt. Ik ben echt zo benieuwd. En het is de eerste, denk ik, of Fernandinho ga ik toch niet gebruiken. Dus ik ga voor Ederson. Misschien kan hij op doel. Arnhem ziet er ook nog wel uit, maar geen jumping volgens mij. 81 jumping, ja, hij is te klein. Dus ik ga voor Ederson voor de doelman. En wie weet vervang ik hem dan nog. Ik zit echt te twijfelen, maar in ieder geval de hoogste reden gaan we gewoon voor. Want ik ga ze toch allemaal niet gebruiken. Dus gaan we door naar de volgende. Hopelijk. Ik wil wel even een lekkere aanvaller hebben eigenlijk. En Laka! Lacazette! En Eriksen. Ja, ik moet voor Lacazette. Sorry Eriksen, maar ik moet voor Lacazette gaan. Holy shit. Lacazette, wat ik al hoopte. Laka. Wat ik al hoopte. Dit is fucking ziek, ouwe. Dit is echt fucking ziek. Maar die jongens is nu een compleet. Ik heb fucking Laka gepakt, ouwe. Oh shit. Oké, door. De laatste. Kan alleen nog maar beter zijn. Laatste Laporta, oké, kan niet beter zijn, wel Laporta, prima. In ieder geval, we hebben fucking Laka, ouwe. Fucking ziek. Oké, deze gaan we naar de club sturen en dan gaan we door. Ja, het pakketje openmaken, super hype, maar let's fucking go. Aangekomen bij het pakketje, is 2 Jumbo, 6 Spelers pakket, Ultimate pakket en dan de premium, TOS pakketten. Premium, wat is het? Jezus, Premier League TOS pakket. Dus, dan weet je dat ook weer. In ieder geval, Jumbo Spelers pakket. Dan gaan we gewoon meteen weer beginnen. Dus let's go. Wow, fucking Laka. Hoe moet ik helemaal bijkomen van Laka? Oké, het is geen balka zo te zien. In ieder geval, ik laat hem even afspelen. Ik ben benieuwd wat ik welke krijg. Ik moet er echt even bijkomen van Laka, man. Ik ben echt zo lijp op Lacazette. Ik zweer, Lacazette is echt fucking goed. Is echt fucking goed. Ik hoop dat ik nog iets ernaast ga pakken zo meteen. Maar Lacazette is echt fucking goed. Deze gaan we even naar de transfer. Deze 2 en de rest is toch niks waard. Oh mijn god. Laka, broer. Oei, oei, oei. Oké, de volgende. Walkout, let's go. Zo lekker als Stots is. Ja, Stots! Alsjeblieft, BPL. Is geen BPL, volgens mij. Nee, geen BPL. Maar alsnog een Tots, is best wel prima. Alsnog een Tots, best prima. Oh, de. Dit is echt zieke Rivas, man. Dit is echt zieke Rivas. Oh, shit! Oh shit! Oh shit, dit is best wel ziek. Dit is best wel ziek. De vorm, een TOS en een. Ik heb geen idee wat het is eigenlijk. Wat is er voor. Recordbreker. Dit is echt ziek, man. Volgens mij is het allemaal niks waard, maar alsnog, het is ziek dat je die kaarten gewoon in een pack krijgt, man. Holy shit. In ieder geval, we gaan door. Deze gaan we weer naar het transfer. Lassini zou ook wel verkopen nu. Vanwege die upgrade SBC's. Ja. We gaan door naar. De volgende. En dat is een ultimate pakket. Ik hoop hier natuurlijk een walkout uit. Volgens mij had ik vorige keer geen walkout eruit. Maar in ieder geval, ik hoop dat we een walkout eruit gaan krijgen. Dus let's go!
Het is weer geen walkout. Ik zweer, uit die Ultimate Pack, ik heb nooit geluk uit die Ultimate Pack. Dat is echt zo gek, terwijl het is toch volgens mij is dus bekijk je wat er is toch, Ultimate Pack. 125k pack in ieder geval, maar in ieder geval volgens mij. Maar ja, ik weet niet, ik heb er nooit geluk uit. Ik heb meer geluk uit de 100k pack of die gouden spelers pakket of zoiets. Daar heb ik ook best wel veel geluk uit. In ieder geval, ja, hier gaan we niet heel veel aan hebben, moet ik heel eerlijk zijn. Dus, deze gaat ook weer naar de transferlijst. Wat ik altijd doe, ik verkoop altijd maar vanaf de 82 verkoop ik altijd alles. 81 twijfel ik altijd over om te verkopen. Volgens mij is dat nooit echt wat baat. King kan ook weer daar naartoe. Yes, dus. Dus, dan gaan we door. Naar het belangrijkste. Hopelijk krijg ik hier echt wat lekkers uit. Ik hoop het echt. Aubameyang denk ik dat ik zelf zou gaan gebruiken als ik een pack. Ik heb hem gebruikt in draft. Ik vond het echt fucking hard. Ik ben echt super benieuwd. Hopelijk krijgen we wat lekkers. Let's go man. Let's go. Van Dijk zou ik ook wel lekker vinden. Ja, sowieso een walkout. Dat kan niet anders. Sowieso een walkout. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Het is Braziliaans. Doe man Ederson. Oh, volgens mij is dat niet heel best. Volgens mij kan je beter krijgen. Nou, weet ik wel zeker dat je beter kan krijgen, maar... Oh, bijna Adam ook erbij. Dat is op zich wel oké. Hun twee samen is best wel oké. Madison, ja, dat is niet heel best. Maar hun twee samen is nog best wel oké. Dus ga ik even daar naartoe doen. Deze ga ik naar de club sturen. En hopelijk dan op de laatste. Volgens mij, ja. Hopelijk krijgen we hier echt wat zieks uit. Gewoon Aubameyang en Mané in één pack. Dat zou echt absurd zijn. Maar in ieder geval, we gaan openmaken. We gaan het zien. Hopelijk niet weer Ederson. Het is sowieso Walker natuurlijk. Even wat anders. Het is weer Ederson. Oh mijn god. Oh mijn god. Hoe kan dat? Nee, dat is wel echt pech man. Heb je nog een lekker set erachter? Nee, ik heb bijna dezelfde pack. Wel Fernandinho. Volgens mij Fernandinho ook nog wel wat waard. Bijna dezelfde pack. Hoe kan ik... Luister hè. Ik had ook die upgrade pack gedaan. Weet je wat? Dat je gegarandeerde TOS krijgt. Dat is geen upgrade pack, maar gegarandeerde TOS. Pack ik ook Madison. Ik blijf gewoon Madison packen, man. Maar in ieder geval, dit is op zich... Ja, volgens mij is het nog best wel oké. Fernandinho zal nog best wel wat waard zijn, volgens mij. Dus, zullen we eens kijken. 300k of zo, 400k. Ja, dat is 300, 400k. In ieder geval, dat is Ederson waard dan. Hier, ja, dat is niet best man. Als je kijkt naar die andere tots, dat is echt... Maar we hebben wel lekker set. Ik mag eigenlijk niet klagen, we hebben wel lekker set. Rood kaartje lekker set, dat is echt iets wat ik wou. Als ik één van die spelers kon krijgen, dan was het rood kaartje lekker set. Die is echt fucking ziek. Maar ik denk, wat zouden jullie doen? Of ik kan een kruis-SPC afmaken. Er zit al één icon in trouwens. Of... Ik kan tot zon halen. Tot zon lijkt me ook super dik om te gebruiken. En dat zou ook wel dik zijn. Ja, wat zouden jullie doen? Laat me weten in de comments wat jullie zouden doen. Of tot zon, of ja, wat is hem? Icon Momentum Cruijff, jullie weten wat ik bedoel, die hoogste Cruijff reden. Wat zouden jullie doen? Laat me weten in de comments, ik ben super benieuwd. En in ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken allemaal. Drop een lekker blauw een duimpje omhoog, schuim terug op de channel. En hopelijk zie ik jullie weer bij de volgende video. Peace!